Ja, fijn dat we hier allemaal zijn. Ik zal het kort houden, want als je een politicus de tijd geeft over iets wat hij ontzettend leuk vindt, dan zijn we hier volgende week nog. Ik vind het leuk ook dat de kinderen hier zijn natuurlijk, die heel creatief bezig zijn onder leiding van Studio O. Toen ik een klein mannetje was, ik ben ook ooit klein geweest, toen liepen hier hertjes. Nou, nu schaapjes, dus op zich de beesten blijven. Maar het is een heel mooie plek voor Beverwijk. 2007... Zo'n 15 jaar geleden alweer, dachten we van nou ja, hier moeten we maar eens wat gaan doen, gaan bouwen. Nou ja, 15 jaar later, er staat nog niks. Maar daar gaan we dus verandering aan brengen. Dit is de entree van Beverwijk en hier moeten we als Beverwijk echt weer trots op worden. En daarom vind ik het fijn ook dat SBB hier uiteindelijk gaat bouwen. De bedoeling is om daar echt een hele mooie entree van te maken. Maar het heeft wel wat stapjes nodig. En het is ook de eerste stap en het moet ook een soort vliegwiel worden naar de ontwikkeling van meer woningen in Beverwijk. Uiteindelijk, over een jaar of 30, zo'n 10.000 woningen en een halve stad moet daarbij komen van de spoorzone. En dit zijn de eerste stappen, dus het is uniek. En daarom is het ook leuk dat nu het Wikkelhuis hier staat. Een informatiecentrum die langzamerhand gevuld gaat worden met steeds meer informatie. Uniek en duurzaam ook. Het mooie is, bestaat uit 24 lagen karton om een frame en houten werk eromheen. Nou, kan het duurzamer. En hiermee is het project geopend. Kinderen, gaan jullie er wat moois van maken? Ja? Goed zo. Jongens, meiden moet ik zeggen. Proost, proost. En jij ook nog proost? Ja, jij ook. Jij ook proost. En jij ook proost. Goed zo. Heel veel plezier allemaal. Paul, wat is het Wikkelhuis? Het is het informatiecentrum straks voor Ankies Hoeven voor de woningbouwontwikkeling waar wij onderzoek naar doen. En alleen ja, het Wikkelhuis komt vanuit het feit dat daar die lage karton in zitten en dat het een hergebruik is. Maar we noemen het vanaf nu gewoon het informatiecentrum Ankies Hoeven. Ja, wij zijn nu eigenlijk bezig om te kijken of wij samen met SBB wel een stap kunnen zetten in de ontwikkeling van Ankies Hoeven. En dan kijken we naar woningbouw. Dus kan het op deze plek, ja of nee? En hoe moeten we dat dan gaan doen? Je praat over woningbouw. Ja. Hoe gaat het een klein beetje gestalte krijgen? We hebben vorig jaar dat noemen ze een intentieovereenkomst. Hè. Dat is een soort van lichte afspraak met een partij, in dit geval SBB. En wat we doen is zo'n gebiedonderzoekje op geluid, op luchtkwaliteit, maar ook in de bodem. De bodemkwaliteit, maar ook kabels en leidingen. En vervolgens ga je daar een plan op maken. Dan moet het college een besluit gaan nemen om die grond te verkopen aan SBB. Vervolgens moet ook de raad een beslissing nemen over wat gaan we doen met het geld. En dan moeten ook procedures doorlopen. En dan moet je denken aan een nieuw bestemmingsplan. Of straks in de omgevingsplan. En ook vergunningen. Dus dat is wat wij de komende 2-3 jaar moeten gaan doen om te kunnen starten met bouw. Die vraag naar woningbouw is essentieel. Hè? Die is elke dag aanwezig in het nieuws. En de provincie en het Rijk bouwen geen woningen. Maar de gemeente kan dat wel doen samen met partijen. Dus elke gemeente heeft in principe gewoon een opgave om woningen te gaan bouwen. Dus ook Beverwijk. We praten al lang over woningbouw ook in Beverwijk. En ik denk dat we nu juist de kans hebben met een partij als SBB om ook snelheid te maken met zo'n plek als Ankies Hoeven. En daarmee ook een beetje een start te maken met programma Spoorzone. Tot wij gaan bouwen doen wij placemaking, heet dat. En met placemaking is eigenlijk tijdelijk initiatieven. Dat kan een evenementje zijn als vandaag. We gaan ook in gesprek met Cineworld. Misschien kunnen we een keer een bioscoop, openluchtbioscoop organiseren. Dus zorgen dat zo'n plek ook een beetje in beweging blijft. En het niet meer zo doods blijft als dat het altijd is. En dat je verschillende activiteiten hebt. En de jongeren willen betrekken. Door bijvoorbeeld zoals vandaag een bijhotel te gaan doen. Maar eigenlijk ook allerlei evenementen. Ook in de zomervakantie, zomerperiode. Zorgen dat hier wat te doen is. Maar ook dat ze mee kunnen blijven denken over de toekomst van zo'n plek. De openingstijden waar mensen terecht kunnen in het Wikkelhuis. We beginnen even met één dag in de week en dat is om als opstart. Dat zijn de donderdagen en dan zitten we in ieder geval vanuit het project Spoorzone zitten wij er vanuit SBB. En dat betekent dat we van 12 tot 5 zijn we open, zetten we de deur open en dan kan Jan en allemaal gewoon binnenlopen. Als mensen geïnteresseerd zijn over het wel en wee bij het Wikkelhuis, op welke site kunnen ze dat vinden? www.spoorzonebeverwijk.nl. Daar vind je eigenlijk alle relevante informatie, beschikbare informatie over de spoorzone en dus ook Ankies Hoeven. Maarten, kan jij iets meer vertellen over het project? Ja, ik ben programmamanager Spoorzone. En Spoorzone is het gebied eigenlijk ten westen van de A9.
En ten oosten van de Breestraat, ten noorden van Velzen Noord en ten zuiden van Broekpolder. En dat hele gebied heet Spoorzone. En daar hebben wij een verkenning voor uitgevoerd eind 2020. En wij denken dat in dat gebied het mogelijk is om 10.000 woningen te realiseren en 5.000 extra arbeidsplaatsen. Over een periode van vele tientallen jaren overigens. Hè. En dat pakken wij heel gefaseerd op. En de linkerzijde, dus de stadkant van de spoorzone, deze kant van de spoorlijn, dat is waar we vooral proberen vaart te maken met een stedenbouwkundig plan. En binnen dat gebied weer te versnellen op een locatie als dit, Ankieshoeve. En aan de andere kant van sporen A22, wat grotendeels een bedrijventerrein is en overigens ook gewoon blijft, daar denken we dat we op sommige plekken inderdaad best wel wat woningen kunnen toevoegen. Met name rond de meubelboulevard, wellicht ook op het bazaarterrein. Waar praten we dan over? Praten we dan over sociale woningbouw of huur betreft? Of gaan de gemeenteraad heeft vorig jaar april de start van het programma vastgesteld. En toen hebben ze wat kaders meegegeven. En wat ze gezegd hebben is dat aan de andere kant van het spoor 20% van alle woningen sociale huur moet zijn. Aan deze kant van het spoor is die verplichting er niet. Heeft ook te maken met dat er in de gemeente Beverwijk al best wel heel veel sociale huur is. Hè. Bijna 42% van alle woningen is al sociale huur. Dus het totale pijl van sociale huurwoning moet gelijk blijven. Maar er hoeven niet per se heel veel sociale huurwoningen bij. Wat we vooral moeten doen is middeldure en dure woningen bouwen. Zodat mensen die nu in een sociale huurwoning zitten, die eigenlijk een stap door willen maken naar een grotere, misschien wel duurdere woning. Dat die ook die stap kunnen maken. Serge. Tijdens de opening heb je het gehad dat jullie het plan eigenlijk al in 2007 eigenlijk veranderd hadden. Waarom heeft het zo lang geduurd? Vanaf 2007 was het idee, we moeten hier wat mee. En we hebben gekeken of Heliomade hier geplaatst kon worden. Of het ziekenhuis geplaatst kon worden. En iedere keer was het is niet mogelijk. Dus ja, nu is het eigenlijk, we moeten doorpakken. En we hebben nu eindelijk doorgepakt. En het wordt breed gedragen in de samenleving. Het wordt breed gedragen binnen de gemeenteraad. En dan is het goed dat we hier aan de slag gaan. Oké, en nu heb jij een bijenhotel geopend. Waarom hebben jullie gekozen voor een bijenhotel? Nou kijk, het is belangrijk. De spoorzone, de hele ontwikkeling is een ontwikkeling van zo'n 30, 40 jaar. En het belangrijke is ook een toename van het groen. De biodiversiteit in de stad is ongelooflijk van belang. En daarom willen we eigenlijk het een en het andere combineren. Dus in ieder geval zolang er nog niet gebouwd wordt, zorgen dat er een goede groene uitstraling is. Als er gebouwd is, weer een nieuwe invulling van het groen. Wanneer gaat de eerste schop in de grond? Er is een intentieovereenkomst getekend met SBB. Er worden allerlei onderzoeken uitgevoerd en de inschatting is of voor of net na de zomervakantie dat in ieder geval de intentieovereenkomst definitief wordt en dan definitieve plannen gemaakt worden. En dan komt er ook een duidelijkere planning. Dat zou toch ergens in 2023 toch al een heel eind gevorderd moeten zijn.